De Nationale Assemblée heeft gisteren tijdens een openbare commissievergadering de ontwerpwet elektronisch handelsverkeer in behandeling genomen. De overwegingen van de regering om de wet aan te bieden zijn de toenemende ontwikkelingen op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie. Verder zal de wet het ondernemingsklimaat ten goede komen. Het is daarom noodzakelijk dat er regels met betrekking tot het elektronisch handelsverkeer worden vastgesteld. Volgens de voorzitter van de commissie van rapporteurs, Stefan Tsang, gaat het om een zeer technische wet. De commissie heeft een aantal belanghebbenden en deskundigen gehoord en nu zal de ontwerpwet door het ministerie van HI worden aangepast. Het gaat om 1. De TAS, 2. ABS, Algemeen Bureau Statistiek, 3. De e-government commissie, 4. De telecombedrijven Telesuur en Digicel, 5. BNets, 6. Vereniging van Bankiers, 7. Suriname Business Forum, waaronder KKF, VSB en ASFA, 8. De Vereniging van Notarissen, 9. Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, 10. Ministerie van Justitie en Politie, 11. Ministerie van Financiën, 12. Ministerie van Binnenlandse Zaken. Er zijn heel veel vragen op en aanmerkingen geweest, voorzitter. Gemakshalve verwijs ik naar de verslagen van de commissie van rapporteurs. Er zijn veel aanpassingen geweest op de ontwerpwet na de actoren gehoord te hebben, voorzitter. Ik zal hier de grote lijnen aangeven van de aanpassingen die zijn gedaan na de 2 hoorzittingen. En er is een nieuwe versie gepresenteerd door het ministerie van HIT. En die ga ik met u doorfietsen vandaag, voorzitter. Het is de bedoeling dat er na vandaag een amendement komt die wij uw college zullen aanbieden voor behandeling in de plenaire openbare vergadering. Deze wet zal aanzet geven tot elektronische dienstverlening aan burgers en bedrijven. Voorzitter, om het doel dat deze wet nastreeft te bereiken, moet de betrouwbaarheid, transparantie, toegankelijkheid en de rechtszekerheid van burgers en bedrijven in de wet goed gewaarborgd zijn. Immers, voorzitter, is het een heel technische wet. Digitale communicatie heeft een snelheid genomen en de samenleving heeft zich aangepast aan de elektronische ontwikkelingen. Met deze wet zal de transformatie naar een informatiesamenleving via het elektronisch verkeer steeds van groter belang zijn. Vandaar dat transparantie van de overheid belangrijk is, zodat een betere dienstverlening en gegevensuitwisseling kan plaatsvinden. DNA-lid Jennifer Vreedzaam en daarvoor haar collega Stephen Tsang, respectievelijk voorzitter en lid van de commissie van rapporteurs, belast met de behandeling van de ontwerpwet elektronisch handelsverkeer. Ze spraken gisteren in DNA. Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme kan zich terugvinden in de voorgestelde wijzigingen. Hij beloofde deze te zullen doorvoeren in de conceptwet, waarna de wet in een openbare vergadering kan worden behandeld. Thank you.